Achter de toren Overhoeks in Amsterdam-Noord is een bijna complete camping verrezen. Al 2 weken bivakeren daar mensen die een zelfbouwkavel in de stad willen bemachtigen. Zaterdag start de verkoop van 171 kavels, waaronder een paar op zeer gewilde plekken. Iedereen heeft een nummer gekregen, dus als ze het nog even volhouden, dan kunnen ze echt hun eigen droomhuis gaan bouwen. Gevangenispersoneel uit Amsterdam, Haarlem, Heerhugowaard en Zwaag trekt vandaag samen met collega's uit de rest van het land naar Den Haag. Ze gaan naar het debat in de Tweede Kamer over de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Teven. Die wil 340 miljoen besparen door 26 gevangenissen te sluiten. Daardoor zouden duizenden voltijdbanen verloren gaan. Tegen de plannen is ook veel verzet vanuit gemeenten en provincies. Zo zouden de bezuinigingsplannen geen geld opleveren, maar juist extra geld kosten. Bij een ruzie tussen 2 mannen in Hoofddorp bij winkelcentrum Het Paradijs is een van de amokmakers gisteravond gebeten door de hond van de ander. Hij raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. De politie hield de andere vechtersbaas aan. Waarom de mannen ruzie hadden is niet bekend. De ANWB wil van haar leden weten wat ze vinden van windmolens voor de kust. De bond maakt zich zorgen over het kabinetsplan om de molens dichter bij de kust te plaatsen. Windmolens op zee staan doorgaans 23 kilometer of verder uit de kust. Maar omdat de plaatsing daarvan een kostbare zaak is, heeft het kabinet nagedacht over locaties dichter bij de kust. ANWB'ers kunnen hun mening geven op de site. Ryan Babel verlaat Ajax voor het Turkse Kasımpaşa. Hij gaat daar spelen onder trainer Shota Arveladze, ook voormalig Ajax-iet. Babels contract bij Ajax loopt deze zomer af en dus kan de aanvaller gratis overstappen. Afgelopen zomer kocht Babel zijn contract af bij de Duitse club Hoffenheim om zich bij Ajax in de kijker te kunnen spelen. In 16 wedstrijden scoorde hij 4 keer voor de Amsterdamse club.